Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze eredienst op de zesde Lijdenszondag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan hen die elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Vanmorgen zal dominee Van Maurik het woord van God bedienen. De zieke, mevrouw Greet Sparreboom, die lange tijd in Dordrecht verbleef, is verhuisd naar de Alblashof. Meneer De Heer, die in de Alblashof verblijft, is ziek en erg zwak. Belijdenis. Morgenavond is de aannemingsavond en volgende week zondag hopen de volgende doopleden belijdenis van hun geloof af te leggen. Rogier van Ballengooien, Willemieke van Dam, Atjan de Voet en Marianne de Voet van Dam, Alexander Eikeleboom, Jaco Helmink, Alice van Noppen, Thijs Verschoor, André Vlot en Elise Vlot-Goedhart, Jurian van Vught en Simone van Vught de Raaf en Janine Weda de Jong. Catechisaties. Afsluiting catechisaties. Morgenavond worden alle catechisanten verwacht op de afsluitavond van 6:30 tot 7:30. Voor verdere informatie zie de nieuwsbrief. De 24-uursactie voor Costa Rica heeft tot op dit moment het geweldige bedrag van €7.000 opgebracht. We zijn de heren dankbaar voor zo'n mooi bedrag en de geweldige actie die we als gemeente mochten houden. Iedereen die eraan heeft bijgedragen, hartelijk dank. Paasgroet. Aanstaande zaterdag 1 april hopen we als gemeente onze dorpsgenoten te bemoedigen met een paasgroet in de vorm van een plantje. We brengen een stukje hoop in de huizen van de mensen en nodigen hen uit voor de kerkdiensten. We vragen voorbeden voor goede ontmoetingen en een opening om een getuigenis te mogen geven van de hoop die er is door Jezus' opstanding. Collecte. De eerste collecte is ook voor het diaconaal project voor Costa Rica. De tweede collecte is voor kerkbeheer. 1 bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is voor de thuisfrontcommissie. En in maart bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. En ik zie dat hier niet op staat, maar er is ook nog een extra collecte bestemd voor de evangelisatie. We zingen nu als voorzang Psalm 22, vers 1. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar deze dienst voortzetten met het zingen van de berijming van het gebed des Heren. We hebben er juist in de afgelopen tijd langdurig bij stilgestaan bij het Onze Vader. En we zingen eigenlijk opnieuw de versen 7, 8 en 9. Als het gaat over die zesde bede, dat we niet in verzoeking gebracht zullen worden door de boze. En het gaat vanmorgen in deze dienst om de geestelijke strijd. Naar aanleiding van dat boekje wat gebruikt wordt op heel wat bijbelkringen en wat door heel veel gemeenteleden ook gelezen is. En dan voelen we de macht van de boze die altijd probeert om het werk van God te verstoren. En we zingen daarom met elkaar vers 7, 8 en 9 van de berijming van het gebed des Heren. Thank you.
In de geestelijke strijd, zoals het in een gewone oorlog ook heel belangrijk is om de bevelen van degene die boven je staan te gehoorzamen, in die geestelijke strijd zijn we ook aangewezen op de geboden van God, die heilzaam zijn. Juist ook in die geestelijke strijd om staande te blijven tegenover de macht van de Satan die ons altijd weer van die geboden af wil brengen. En daarom luisteren we ook vanmorgen naar de geboden van God en ook de samenvatting die Jezus van deze wet van zijn Vader gegeven heeft. En dan komen we er direct ook wel achter dat we niet altijd die bevelen van God gehoorzamen. Dus we hebben ons ook te verootmoedigen. Maar tegelijkertijd ook de dankbaarheid uit te spreken dat God deze geboden geeft. En als antwoord op de wet en de samenvatting zingen we met elkaar uit de bundel Weerklank, Psalm 119 en daarvan vers 55. Psalm 119, vers 55 uit de bundel Weerklank. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ze nog steeds, ook nu, vanmorgen, in deze dienst, ook in uw, ook in jouw leven. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Denk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, het huwelijk breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn Vader voor ons samengevat. En hij zegt nu vanmorgen tegen ons: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.
bidden we met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heere, dat is inderdaad waar. Dat we uw bijstand niet kunnen missen. We kunnen in ons leven heel wat missen en we missen misschien ook heel veel. Ook mensen die we missen. Maar ook andere dingen die we kunnen missen. Maar u kunnen we niet missen. Uw bijstand hebben wij nodig in die geestelijke strijd die we te strijden hebben tegen die vijand. De boze, die tegenspelen van u. Die altijd probeert om het werk van u te verstoren. Die altijd probeert om ons bij u vandaan weg te halen. Weg te trekken. Is het niet kwaadschiks dan goedschiks? De ene keer komt hij als een engel van het licht. De andere keer als een briesende leeuw. Maar hij zoekt ons op om ons te verleiden. Te verzoeken. En Heer, geef dat wij dan mogen weten dat u die sterke held bent die aan onze zijde wil staan. Dat u de macht van de Satan overwonnen hebt. Daar, op die kruisheuvel Golgotha. Daar in die hof van Arimathea. Dat we in deze lijdenstijd ook oog mogen hebben voor hem in wie wij meer dan overwinnaars mogen zijn. Want Heer, in eigen kracht kunnen we ons niet verweren tegen de boze, tegen de vijand. Dan verliezen we het. En we liggen zo heel vaak onder. We geven ook zo vaak toe. We laten ons ook zo gemakkelijk verleiden. We staan zo heel gemakkelijk onder invloed van hem. Maar doe ons kracht vinden in u. Maak ons vrij. Vrij van de boze. En doe ons staan in de vrijheid waarmee u ons vrij wil maken. Geef dat wij in Christus mogen zijn. In hem. Ook als we nog niet in hem zijn. Als we nog heel ver bij hem vandaan leven. Als er ongeloof is. Blijvend ongeloof. Dat we ons misschien al in slaap hebben laten sussen door de vorst der duisternis en dat we in zijn macht ons bevinden. Of we het nou weten of niet willen weten. Maar Heer, maak ons dan vrij daarvan. Bekeer ons. Geef dat we door het geloof mogen leven. Ook als we moeten belijden, Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof toch te hulp. Ook als we net als Petrus op die wand terechtkomen waar de Satan verlangt om ons te ziften, te wannen als de tarwe. Waar blijven we dan? Dan zijn we ook verloochenaars van uw naam. Maar wilt u ons vasthouden? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Doe ons opzien naar hem, de grote voorbidder. Die zit aan uw rechterhand, die pleit op zijn volbrachte werk. Heer, open uw woord als we dat met elkaar gaan lezen, als we dat gaan overdenken, als het gaat over die geestelijke wapenrusting die we hebben aan te doen. Geef dat we die ook mogen aandoen, als hij van hogerhand ons aangereikt wordt. Dat we niet zonde kunnen, want dan zijn wij een prooi. Een willoze prooi voor de worst der duisternis. Maar doe ons staande blijven in zijn kracht. Opdat we in die wapenrusting staande mogen blijven. Doe ons gaan in de weg van uw woord. Doe ons leven naar uw geboden. Die heilzaam zijn. Voor ieder van ons. Voor deze samenleving. U heeft ze niet voor niets gegeven. Doe ons zo u volgen. In gehoorzaamheid, leven naar uw geboden alleen. Hoor ons, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen twee gedeelten uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. En ik lees eerst
Dat is niet de volgorde van de Bijbel, maar ik vind het eigenlijk wel een mooie volgorde. Eerst Efeze 6, daarvan vers 10 tot en met 20. Maar het gaat over die geestelijke wapenrusting die nodig is in die geestelijke strijd. En daarna dan Romeinen 8, de versen 31 tot en met vers 39. Dat wordt nou het zegenlied van Paulus, het zegenlied van het geloof genoemd. En dat lezen we dan ook nadat er eerst gesproken wordt over die strijd. En dat we dan mogen horen dat we in Christus meer dan overwinnaar mogen zijn. Maar eerst Efeze 6 en dan Romeinen 8, vers 31. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover dit gedeelte uit Efeze 6 en dan nu Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, omwille van u worden wij de hele dag gedood, we worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de lezing van het woord en we willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de oproep die Paulus doet in Efeze 6. En een oproep, een appel wat ook vanmorgen naar ons toe komt in die geestelijke strijd waar we mee te maken hebben. Efeze 6, het begin van vers 11. Waar de apostel zegt, bekleed u met de hele
wapenrusting van God. We worden onder de wapenen geroepen. Nou, als onze kleinkinderen bij ons komen logeren, dan mogen ze nog wel eens met, ja, ik laat ze nu maar even zo zien, je kan ze natuurlijk van verre van niet zien, dan mogen ze wel eens met soldaatjes spelen. Soldaatjes. We hebben een hele doos vol met soldaatjes waar onze eigen kinderen ook mee speelden. En als ze dan komen, dan mogen ze ergens in de kelder, mogen ze die soldaatjes neerzetten. Met jeeps erbij en tanks en andere legervoertuigen. Nou, dan is het een compleet slagveld beneden in de kelder. Dan staan die legers tegenover elkaar. En je kunt ook precies zien hoe die legers verschillend zijn van elkaar. Dat zie je aan de kleur. Je kunt van die hele grijze neerzetten, hier zo. Allemaal soldaten. En dan zet je aan de andere kant zet je allemaal wat lichtere kleuren. En dan weet je precies, die horen daarbij en die horen daarbij. En ja, dan is het oorlog daar beneden in de kelder. Ja, die soldaten kunnen elkaar zien. In het gewone leger ook. Je kunt elkaar zien. Je kunt zien bij welk leger je hoort. Maar als je nou gelooft, als je in de Heer Jezus gelooft, dan ben je eigenlijk ook een soldaat. Een soldaat. Ja, dan moet je niet vechten tegen mensen, maar dan moet je een gevecht leveren met, ja, die zie je niet. Andere soldaten kun je zien, maar die zie je niet, maar die zijn er wel. Dat zijn machten in deze wereld en die proberen jou en je ouders en je opa en oma en andere mensen in de kerk die ook geloven, die proberen ze aan te vallen en dat ze dan ja, God eigenlijk vaarwel zeggen. Dat ze niet meer in Jezus gaan geloven. Dat probeert de duivel, dat probeert de Satan. Je ziet hem niet, maar er zijn allerlei dingen in deze wereld, allerlei machten, die proberen om je aan te vallen en je bij God vandaan te krijgen. Dat is heel erg. Maar nou is het heel mooi, dan moet je maar terugdenken aan de biddag. Weet je nog van die biddag, met die verrekijker? Toen heb ik gezegd, aan de hand van dat verhaal wat we gelezen hebben, dat die knecht van Elisa, die zag ook iets niet. Die zag niet dat er rondom Dothan, eigenlijk rondom Elisa, heel veel andere machten waren. Dat waren de engelen. Die stonden aan de kant van Elisa. Die staan aan de kant van de gelovigen. Die staan aan de kant van jou als je in Jezus gelooft. Dat zie je ook niet. Maar gelukkig zijn die er ook wel. Dat is de macht van God door de engelen heen. Nou, over die geestelijke strijd gaat het nou vanmorgen. En ik hoop dat je mag weten dat je in de Heer Jezus overwinnaar mag zijn. Daar mogen we over spreken met elkaar. Nou, voordat we dat doen gaan we met elkaar nog zingen. Een psalm die ook gaat over die strijd. Psalm 18 en daarvan vers 9 en 10. Psalm 18... vers 9 en 10. Ik heb juist van de week nog gelezen dat je niet heel de psalm moet voorlezen, maar dat die gelijk gezongen moet worden. Psalm 18, vers 9 en 10.
Gemeente, wij kennen allemaal wel de beelden, helaas, van soldaten aan het front. Zeker nu die oorlog daar in Oekraïne al meer dan een jaar woedt. Militairen, die moeten strijden. En hoe zien ze eruit? Als je nou zo'n soldaat aan het front ziet, hoe zien ze eruit? Staan ze dan met een t-shirt of met een korte broek of met een stok in de hand? Nee, ze staan daar in hun volle wapenrusting. Ze hebben beschermende kleding, camouflagekleding aan. Ze hebben natuurlijk een helm op. Ze hebben een wapen in handbereik. Zo zie je immers soldaten aan het front. Waarom dan? Ja, natuurlijk, ze moeten zich verdedigen als de vijand eraan komt. Of ze moeten juist de aanval openen als de vijand probeert om een stad in te nemen. In ieder geval, ze hebben die wapenrusting niet voor niets. Ze kunnen echt niet zonder. Dat moeten ze echt dragen in die strijd aan het front. Nou, eigenlijk is dat ook de achtergrond van de oproep van Paulus vanmorgen. Het is oorlog. Er woedt een strijd. En wat zegt dan Paulus? Bekleed u met de hele wapenrusting van God. We bevinden ons in oorlogsgebied. We moeten strijden. We moeten oorlog voeren. Oh ja? Tegen wie dan? Tegen mensen van vlees en bloed? Zoals nu helaas in Oekraïne gebeurt en in de loop der eeuwen heel wat oorlogen gevoerd zijn en helaas in andere gebieden er ook nog steeds zijn. Tegen vlees en bloed? Tegen concrete mensen? Nee, nee, zegt Paulus, dat niet. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt hij in vers 12, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Alles wat daar is tussen hemel en aarde, wat we niet kunnen zien, daar zijn die machten, die overheden, die krachten die zich tegen ons, tegen de gemeente, tegen de christenen keren. Dat is die geestelijke strijd. Waar het boekje over gaat, hè, wat velen op de Bijbelkring ook behandeld hebben. Dat boekje van dominee Vreugdeheel. Hij was afgelopen donderdag ook nog in ons midden en heeft heel wat verteld over die strijd. Die strijd tegen de boze die zich op allerlei manieren manifesteert. Dat heeft u wel gelezen in dat boekje. Heeft u genoeg over gesproken, daar heeft hij ook heel wat over gezegd. Er is een strijd gaande. Een geestelijke strijd. Want gemeente, als christenen, ja, als oprechte christenen. Geen naamchristenen. Dat je alleen maar in naam christen bent. Die weten niet van strijd. Maar echte christenen, oprechte christenen, die staan immers bloot aan de bedreiging van alle mogelijke machten die zich keren tegen het christendom, tegen echte christenen. Want ja, de boze, waar we van zongen en waar we altijd in het Onze Vader van bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De Satan, de tegenspeler van God, is er altijd op uit, eeuwenlang al, is er altijd op uit om dat werk van God, dat werk van God in uw en jouw leven, om dat werk van God, om dat te vernietigen, om dat te elimineren. Hij voert oorlog, oorlog tegen God. En tegen allen die bij God horen. Van God kan dit niet meer winnen. Die strijd heeft hij verloren. Maar hij keert zich nu tegen die volgelingen van God, van Christus. Een christen staat voortdurend in het schootsveld van de duivel. Heeft u het in de gaten? Heb jij het in de gaten? Ervaren we dat ook?
die strijd? Of is er misschien zoveel zand in onze ogen gestrooid dat we dat eigenlijk helemaal niet meer opmerken? In slaap gesust en daarom ook van geen kwaad en gevaar bewust. Maar dan klinkt vanmorgen de oproep: word wakker, wees waakzaam. We bevinden ons op een slagveld. Er bevinden zich enorm veel vijanden om ons heen. Allerlei ideologieën, manieren van denken, die tegen God en zijn geboden ingaan. Dat gebeurt rondom het huwelijk, de seksuele moraal die onder druk staat. Alles moet anders. Wat normaal was, dat is nu abnormaal. En wat abnormaal was, dat is nu normaal. Rondom het gezin. Allerlei machten die proberen om dat te bestrijden. Dat je je kinderen wil opvoeden heel dicht bij het woord. Ach kom, dat hoeft toch niet. Rondom het begin van het leven, het einde van het leven, dat er allerlei andere dingen kunnen. Rondom de kerk waait een wind die tegen God en ook tegen zijn geboden ingaat. Hoeveel aanvallen worden er niet gepleegd? De duivel die tegenspelen van God, die zit echt niet stil. Ook vanmorgen niet. Ook morgen niet. Hij komt naar ons toe via de media, via de krant, via de televisie, via internet, via de reclame, via de sociale media. En hij probeert zijn invloed uit te oefenen. Dat je maar niet in God gelooft. Dat je maar niet aan het woord houdt. En vandaar die oproep vanmorgen, van Paulus. Bekleed u dan met die hele wapenrusting van God. Onder de wapenen, strijden, doe alles aan. Neem in de hand datgene waar je de strijd mee kan voeren. Ja, opvallend gemeente dat Paulus dan beelden gebruikt uit de oorlogsvoering natuurlijk van die tijd, hè? Een soldaat in die tijd ziet er natuurlijk heel anders uit dan een soldaat van nu aan het front. Maar toch, zo'n soldaat, zo'n strijder, die had ook iets in de hand, die had ook iets aan wat hij in die strijd nodig had. Paulus spreekt over een gordel, over een riem. Hij spreekt over een borstharnas, je zou kunnen zeggen een kogelvrij vest. Hij heeft het over bepaald schoeisel, kisten zeggen we tegenwoordig. Hè? Hij heeft het over een schild. Nou ja, dat gebruikt een soldaat nu niet meer, maar hij wilde zich beschermen met een schild. Een helm, nou een helm heeft nu ook een soldaat ook op. Een zwaard, ja nu een mitrailleur of een ander wapen. 6 attributen die een soldaat nodig heeft in de oorlog toen. Maar met die attributen die Paulus noemt, waar hij dus kennis van heeft, gaat Paulus iets zeggen over de strijd, die geestelijke strijd die een christen heeft te voeren. En waar die attributen onmisbaar zijn. Geen enkel onderdeel kan gemist worden. Want ja, al heeft een soldaat een zwaard, hij moet ook wel een helm opzetten. Al heeft hij een borstharnas aan, hij wil toch ook heel graag nog een schild hebben. Kortom, alle attributen zijn nodig. Ook in die geestelijke strijd. En weet u wat ook belangrijk is? Daar lezen we misschien heel snel overheen, maar toch wil ik daar wel even een streep onder zetten. Die wapenrusting, die wordt ons aangeboden. Het is de wapenrusting van God, zegt Paulus. We hoeven het niet allemaal zelf te vervaardigen. Zoals een militair, hè, als nu iemand in militaire dienst gaat, hij gaat bij het leger, dan krijgt hij ook een wapenrusting, maar die hoeft hij niet bij de CNA te kopen of zo. Hoeft hij niet zelf aan te schaffen, maar die krijgt hij. Die krijgt hij van hoger hand, daar zorgt het ministerie van Defensie voor. Van hoger hand, nou zo doet God het ook. Die wapenrusting hoeven wij niet zelf te maken, niet zelf te vervaardigen, maar die wordt van zijn kant aan ons geschonken.
aangeboden. Want God weet maar al te goed, dat wij als christenen, als volgelingen van hem, die wapenrusting nodig hebben. Dat we daar niet zonder kunnen. In die goede strijd van het geloof zorgt God zelf voor zijn onderdanen. En voor die wapenrusting. Want hij wil niet dat één van ons sneuvelt, verloren gaat. En vandaar die wapenrusting. Wat een zorg, hè? Wat een zorg van deze koning, van deze grote veldheer. Hij zorgt voor zijn onderdanen, voor zijn strijders in dat leger des heils. Hij voorziet ze van de wapenrusting die ze nodig hebben. Hij wil ze bewaren voor die felle en sluwe aanvallen van de kant van de boze. Of die nou komt als een engel des lichts of als een briesende leeuw, maar hij wil ze ervoor bewaren. Maar dan zegt Paulus wel, en hij is de mond van God, ook nu vanmorgen, maar bekleed u er dan mee. Verderop zegt hij zelfs, neem die hele wapenrusting van God aan. Neem het nou aan. Laat die niet ongebruikt liggen. Trek aan. Hanteer die wapenrusting. Laat het niet liggen. Het wordt je aangeboden. Om niet. Uit genade. En God weet dat je het nodig hebt. Laat het niet liggen. De wapenrusting. Ik zei al, die bestaat uit 6 onderdelen. 2 keer 3. Ja, 2 keer 3. Want die eerste 3 gemeenten, die heb je eigenlijk als soldaat altijd aan. Ook al is er een gevechtspauze, maar die heb je altijd aan. Die riem, het borstharnas en die schoenen. Die doe je niet uit. Die blijven altijd aan. Maar die andere 3, die heb je nodig als het gevecht gaande is. Als het erop aankomt. Dat schild, die helm en natuurlijk ook dat zwaard. En wat zegt Paulus over die 6 uitrustingsstukken? Waarom zei hij dan in de strijd, in die geestelijke strijd, onmisbaar? Nou, hij zegt, die riem, die gordel die een soldaat om heeft, waar soms ook heel veel dingen aanhangen, die riem, dat is de riem van de waarheid. Van de waarheid. Voelt u de tegenstelling? De waarheid. Hoe wordt de vorst der duisternis ook wel eens genoemd? De Satan, hoe wordt hij ook wel eens genoemd? Er zijn heel veel namen voor de tegenspeler van God. Diabolos en demon en noem maar namen op. Maar hij wordt ook wel de aartsleugenaar genoemd. Van de begin af. Hij is al begonnen met de onwaarheid, met de leugen, daar in het paradijs. En daarom wordt hij de aartsleugenaar genoemd. Maar christenen, die moeten de waarheid lief hebben. De waarheid. Die moeten oprecht zijn. Niet oneerlijk. Integer zijn. De waarheid liefhebben. Als je onderling in dat grote leger, als je onderling in de gemeente niet open bent, niet eerlijk bent, niet integer bent, als je de waarheid niet liefhebt, nou dan heeft de boze, die heeft gemakkelijk vrij spel. Dat is een invalspoort voor de duivel om zo de gemeente te verstoren, tegenover elkaar op te zetten, elkaar te wantrouwen, over elkaar te roddelen. Dat vindt de duivel prachtig, als we de waarheid niet lief hebben. En daarom zegt Paulus als eerste, die riem van de waarheid, die moet je als soldaat, als christen dragen. Maar niet alleen de riem. Paulus zegt ook nog dat borstharnas, dat kogelvrije vest zou je kunnen zeggen, waardoor je je beschermd mag weten. En daar zegt Paulus van, dat is het borstharnas van de gerechtigheid. De gerechtigheid. Ja, niet die je zelf opbrengt, want zelf kun je die gerechtigheid niet opbrengen. Maar dat is voor Paulus de gerechtigheid die bij God vandaan komt.
En natuurlijk kan de duivel ons aanvallen en hij kan ons heel wat voor de voeten werpen waar we ook nog van moeten zeggen, ja, het is waar ook. Ik deug niet. Ik heb heel veel ongerechtigheid. Maar dan mag je schuilen in dat borstharnas van de gerechtigheid. Dan mag je weten dat je mag leven van die gerechtigheid die God schenkt, waardoor je staande kan blijven. Het is immers de wapenrusting die God ons geeft, dus ook die gerechtigheid die hij schenkt, waardoor wij kunnen strijden. Dus daarom bekleed u met dat borstharnas van de gerechtigheid. En dan die schoenen, hè? Die kisten, die soldatenlaarzen. Daar zegt Paulus van, dat zijn schoenen, dat zijn soldatenlaarzen zou je kunnen zeggen. En die hebben te maken met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Een soldaat moet natuurlijk ook wel eens een mars lopen. Hè? En allemaal in de maat. Nou, het gaat allemaal in de maat van het evangelie van de vrede. Eigenlijk wonderlijk, hè? Dat je in de oorlog spreekt over vrede. Het evangelie van de vrede. Ja, een christen weet, hoewel hij die strijd moet voeren, hij weet van de vrede, de shalom, de verzoening die er is. Die alle verstand, zegt Paulus ergens anders, die alle begrip te boven gaat. Ja, daar kun je niet bij, maar die is er wel. Het evangelie van de vrede, daar moet je je mee schoeien. Daar moet je inderdaad in lopen. Want dan hou je die strijd vol. Dan alleen. Omdat je in die strijd weet van de vrede die er al is. Ook al moet je strijden. Ja, daar wil de duivel natuurlijk helemaal niet van weten. Hè? Die wil helemaal niet weten van vrede. Die wil oorlog. Die wil verdeeldheid. Die wil disharmonie. Daar is hij op uit. Dat vindt hij prachtig. Hoe dan ook. Maar een christen weet, ik loop in de schoenen van het evangelie van de vrede. Er is shalom, er is verzoening aangebracht door hem die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is en die zit aan de rechterhand van God. Heb je die schoenen aan? Ben je ermee geschoeid? Met dat evangelie van de vrede? Kijk uw voeten maar eens op na. Of je in die schoenen gaat en verder gaat. Dat vormt dus, ik zei al, 2 keer 3, die eerste 3, dat vormt dus de basis van de wapenrusting van een soldaat. In dat leger des heils. In die geestelijke strijd kun je daar niet buiten. Maar dat geldt natuurlijk ook van die andere 3. Nog meer zelfs. Want die zijn heel nadrukkelijk nodig als het gevecht losbarst. Als er echt gevochten moet worden, als die oorlog er is, als die strijd er is. Je zou kunnen zeggen, die eerste 3, die draag je als het ware passief, maar die andere, die gebruik je heel actief. Actief. En dan heeft Paulus het over een schild. Een schild. Zoals de mobiele eenheid, hè, als ze een charge uitvoert, dan hebben ze ook vaak zo'n rieten schild of van ander materiaal voor zich om die stenen die die demonstranten gooien of die hooligans gooien, om die van het lijf te houden. Zo'n schild hebben ze nodig. Waarom? Waarom zegt Paulus dat een soldaat in het leger, in dat geestelijke leger, een schild nodig heeft? Wel, zegt Paulus, om de vurige pijlen van de boze uit te blussen. Vurig? Brandende pijlen. Ja, in die tijd was het gewoonte om pijlen die afgeschoten werden, want ja, er werd niet met kogels geschoten, maar met pijlen, om die pijlen eerst in gif te dopen en met pek te besmeren en ze dan brandend weg te schieten naar de vijand. Enorm gevaarlijk natuurlijk, hè. Als je dan geen schild had en dan stond die strijder, die stond daar met dat schild om die vurige pijlen tegen te houden. En over dat schild was een stuk leer getrokken, het was helemaal nat gemaakt. En als dan zo'n pijl erop kwam, dan was die uitgeblust. Kon hij zijn uitwerking niet meer hebben.
Vandaar dat schild om die vurige pijlen tegen te houden. Nou, gemeente, welke giftige pijlen uit die koken van de Satan, welke giftige pijlen komen allemaal niet op ons af? Op jou, op mij, op u. Want die giftige pijlen, die komen op ons af. Waarom we dat schild nodig hebben om die vurige pijlen, die giftige pijlen tegen te houden. Wat gebruikt de Satan heel vaak? Wat voor giftige pijlen zijn er dan? Nou, van laster en van verdachtmaking. Ja, van God, hè? Van God. Gisteren werd voor de tieners werd er een film getoond hier op het kerkplein. En dat was een film, ik heb hem zelf verder niet gekeken, maar ik heb gehoord van iemand dat het een hele mooie film was. En vond het fijn dat ook heel veel jongeren daarnaar gekeken hebben. En dat was een film, een hoogleraar die zei van God is dood hoor. Bestaat helemaal niet. En er gingen gelukkig christenjongeren tegenin. En dat was natuurlijk heel mooi om dat te zien. Dat die hoogleraar uiteindelijk wel moest erkennen, ja, en toch is er een God die leeft. Terwijl die eerst inderdaad in die koken van de Satan was. En dat die zei van ach joh, God bestaat niet. En dat de duivel daarmee probeert als een giftige pijl die hij afschiet om mensen los te weken, van die studenten los te weken van God. Zo doet de Satan dat. In ons leven. In je studie wellicht. In je opleiding, op je werk. Van die giftige pijlen. Bestaat die nou wel echt waar jij in gelooft? Je gaat de komende zondag wel belijdenis doen, maar je wordt allemaal achterhaald, joh. God bestaat toch niet? Ga jij nou geloven? Ga jij die strijd aan? Dat hoeft allemaal niet. Denk je nou dat jij een goed christen bent? Dat kan de duivel ook naar je toe brengen, hè? In de week van voorbereiding bijvoorbeeld. Dan zegt zo'n stemmetje in je, dat is uit de koker van de Satan, zo'n giftige pijl. Ja, dan wil jij zeker het avondmaal gaan vieren. Nou, moet eens kijken hoe je leeft. Ben jij nou echt christen? En geloof je nou dat Jezus ook voor jouw zonde gestorven is? Dat moet je wel echt zeker weten hoor. Dan moet je wel echt je schuld goed belijden, want dat kan niet zomaar. Die giftige pijlen die de Satan afschiet. En zo schiet hij wat pijlen af. Nou, als je dan geen schild hebt, als je dan niet beschermd bent, als je als christen dan niet schuilt achter dat schild, waar ben je dan? Dan ben je een willoze prooi van de Satan. Maar met het schild van het geloof, wat ook het volkslied zingt, hè, mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. Het schild van het geloof. Je helemaal toevertrouwen. Psalm 18 zong er ook van. Je helemaal toevertrouwen aan God en aan zijn woord. En daarmee, zegt dan Paulus, als je schuilt achter dat schild, daarmee blus je toch al die vurige, giftige pijlen uit. Daarom heb je in die geestelijke strijd dat schild nodig. Maar niet alleen dat schild. Want die wapenrusting bestaat ook uit een helm. Zoals ook nu soldaten een helm dragen. En dan zegt Paulus, ja, dat is de helm van de zaligheid. En dat woordje zaligheid, dat is natuurlijk zo'n woord wat in de Bijbel heel vaak voorkomt. Dat woordje zaligheid heeft te maken met heil. Het heil in Christus. De helm heeft te maken met, je weet je beschermd door het heil wat Christus verworven heeft. Veilig. Daardoor. Want die overwinning, dat heil, dat is al behaald. De overwinning is al behaald. En zo kun je blijmoedig strijden. Toch. Hoewel er een strijd is, jazeker. Maar toch met die helm op, met dat schild, mag je blijmoedig de strijd strijden. Want, zegt Paulus dan in Romeinen 8, in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Meer dan. Overwinnaars nu, hè, in een sportwedstrijd. Overwinnaars nu, die moeten een prestatie neerzetten. Dan zijn ze winnaar. Maar een christen hoeft geen prestatie neer te zetten.
die leeft van gratie, die leeft van het heil, die leeft van genade. En daarom heeft hij die helm op, die helm van de zaligheid. Heeft u hem op? Heeft u hem op, die helm? Of denk je het zonder die helm wat te kunnen stellen? Nee, zet die helm op. Draag die helm met vreugde ook. En dan tenslotte nog een ander wapen of een ander middel wat in die wapenrusting genoemd wordt. Dat is het zwaard van de geest. En dan zegt Paulus er ook gelijk bij, ja, dat is het woord van God. De geest die de woorden heeft geïnspireerd. Die woorden die bij God vandaan komen, die bij de Heilige Geest vandaan komen. Wat zou je kunnen beginnen, gemeente, in die geestelijke strijd, als je niet zou weten van dat zwaard, van dat woord van God? Wat is een soldaat in die tijd zonder een zwaard? Je kunt een helm op hebben, een kogelvrij vest aan hebben, maar je moet toch inderdaad ook een wapen hebben? Elke soldaat heeft een wapen, soms nog wel meer. Nou, zo is het in de geestelijke strijd ook. Je hebt een wapen nodig. Je hebt dit nodig. De Bijbel nodig. Daar kun je niet zonder. Dat boekje werd toch niet voor niets besproken op een Bijbelkring. We hebben geloof ik al 15, 16 Bijbelkringen. Daar gaat, als het goed is, de Bijbel open. Ja, ook dat boekje hè, wat je leest, maar de Bijbel gaat open. En als een ouderling op huisbezoek gaat, dan leest hij een gedeelte uit de Bijbel. Waarom? Dat is het wapen van een christen. En op de catechisatie doe je de Bijbel open. Die moet je toch bij je hebben? Heb je niet altijd bij je natuurlijk, maar je moet je wel bij je hebben. En gelukkig dat in het boekje het soms ook wel staat, maar de Bijbel. Stel je voor dat de Bijbel niet open zou gaan. Dan zou de catechisatie zijn doel missen. Dan kun je wel een afsluitingsavond houden, maar wat sluit je dan af? De Bijbel moet open. En gaat die ook bij u, bij jou elke dag open? Ligt die binnen handbereik? Op je slaapkamer? Op je studeerkamer? In de woonkamer? In de keuken? Ligt daar de Bijbel in handbereik? En waar je niet alleen maar samen, als je samen mag zijn, uit leest, maar waar je zomaar voor jezelf ook uit leest, in je stille tijd en dan bidt. Paulus zegt ook niet voor niks, hè, dat het gebed ook een wapen is. En dat gebruik je tegelijkertijd met het woord. We moeten dat wapen echt wel hanteren in die geestelijke strijd. Hoe zou je staande kunnen blijven in die geestelijke strijd als je de Bijbel niet kent? Want gemeente, met de Bijbel, ja, dat geloven mensen soms niet, hè. Die denken, ja, de Bijbel is toch maar een gewoon boek en het is misschien een boek wat verzonnen is of een sprookjesboek. Maar met die Bijbel sta je sterk. Weet je wie ons dat geleerd heeft? Weet je wie ons dat geleerd heeft? Ja, dan kan je zeggen je vader of je moeder of iemand op zonderschool die geleerd heeft om bij de Bijbel te leven. Nee, maar de Heer Jezus heeft het ons geleerd. Hoe dan? Nou, die had ook te maken met de verzoeking van de kant van de vorst der duisternis. Hè? Die verzoeking in de woestijn. En er worden allerlei dingen naar hem toegebracht. En waar trekt dan de Heer Jezus zich op terug? Hij zegt, er staat geschreven. Hij beroept zich op het woord. Dat is voor hem genoeg. Er staat geschreven dit, er staat geschreven dat. Wij moeten leven bij het woord. Dan moet je het ook onderzoeken, dan moet je ook weten wat er staat, dan moet je ook weten waar het staat. Het woord. En daarmee jaag je de duivel op de vlucht. Want daar kan hij niet tegenop. Tegen het woord van God kan hij niet op. Ja, de duivel die gaat ook op de vlucht als er gezongen wordt, hè? Dat zeggen ze ook wel eens. Maar ook als de Bijbel gelezen wordt, dan moet hij de aftocht blazen. Nou gemeente, zo hebben we dus die wapenrusting aan te doen. Ons ermee te bekleden. Aan te trekken. Niet zomaar naast ons neer te leggen. Of ongebruikt te laten. Maar gemeente, en dan komen we bij een ander punt wat ook heel belangrijk is. Wat is nou
Wat is nou een soldaat in het leger zonder een generaal, zonder degene die boven hem staat? Elk legeronderdeel heeft immers een rang die hoger is. Dat is echt de hiërarchie in het leger. Je hebt altijd iemand die boven je staat. Daar krijg je bevelen van, daar krijg je marsorders van. Je moet daarna handelen, naar luisteren. Nou, in dat grote leger des heils, met al diegenen die bij Jezus horen, die in dat grote leger horen, is er ook één generaal. Eén. Jezus. De veldheer bij uitstek. Hij heeft de strijd al gestreden. Hij is de voorloper. Hij heeft de strijd al gestreden. En dan zegt Paulus ook daarom, met het zicht op hem, op deze grote generaal, mag je dan ook meer dan overwinnaar zijn. Als God voor ons is, in Christus, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wat betekent die duivel er nog? Wat betekent die boze nog? Als we weten dat God aan onze zijde is, als God in Christus gezorgd heeft voor heil en voor de overwinning. Want wat heeft deze God gedaan? Nou, Paulus zegt, die heeft zijn zoon gegeven. Overgegeven. De zoon die de heerlijkheid bij de vader verlaten heeft. En ja, in deze lijdenstijd staan we erbij stil. Die geleden heeft. En zo geleden heeft dat hij gesneuveld is in de strijd. Gesneuveld. Want hij is gestorven, toch? Hij hing daar, op die kruisheuvel Golgotha. En je zou kunnen zeggen, hij heeft verloren. En de duivel heeft misschien ook in zijn vuistje gelachen. En gedacht, nu heb ik hem. Nu is hij uitgespeeld. Maar wat zegt Paulus dan? Wat meer is, die ook is opgewekt. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader en hij pleit voor ons. Daar zit hij. In de strijd mogen we op hem zien. Die de duivel, de dood en de zonde overwonnen heeft. En die gemeente hier op aarde, zegt Paulus, ja, die moet heel wat meemaken. Een christen heeft het niet gemakkelijk. Als je volgende week belijdenis doet, dan wordt er nog wel eens gezegd, welkom in de strijd. Een christen heeft het niet altijd gemakkelijk. Paulus zegt, die heeft te maken met verdrukking, met vervolging, met benauwdheid, met gevaar, met zwaard. Enorm veel tegenstand, enorm veel strijd. Slachtschapen, zegt Paulus. Maar dan zegt Paulus toch, ook al is dat er allemaal, en ook al heeft een christen daarmee te maken, ook al moet je die strijd voeren, en toch zie op hem. In wie je meer dan overwinnaar mag zijn. Gemeente, wat er nou op een christen afkomt. Hoe we ook in deze tijd, in dit tijdsgewricht, waar het aan het einde gaat, en waar de duivel alles in het werk stelt om dat werk van God te verstoren. Hoeveel strijd er ook is. Hoe die machten zich ook manifesteren. Hoe die verzoeking en die verleiding er ook is. Hoe de duivel ook tekeer gaat. Hoe zwaar die geestelijke strijd ook is. Gelukkig mogen we met Paulus belijden. In dat zegenlied. In dat overwinningslied. In de triomf. Maar niet in eigen krachten. Niet van, kijk eens hoe ik gestreden heb. Maar zien op hem. Dan mag Paulus belijden. En belijdt u het mee? In die geestelijke strijd die gevoerd wordt, die er is. Maar ik ben ervan overtuigd. Ja, dat is klare taal. Hè? Dat is geloofstaal. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan verzekerd. Dat nog leven, nog engelen, nog overheden. En dat bedoelt Paulus die vijanden meer, die in Efeze 6 ook genoemd worden. Nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Wat er ook op me afkomt, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Wat je ook allemaal mee moet maken, hoe zwaar die strijd ook is. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God
in Christus Jezus, onze Heere. Daarom, gemeente, nog eenmaal het appel. Doe die wapenrusting aan. En wees in Christus, nu en voor eeuwig, meer dan overwinnaar. Welkom in de strijd. Amen. We zingen daarvan uit Psalm 89, dat bekende couplet waar dan ook gezegd wordt van: want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Psalm 89, vers 8. We zullen met elkaar danken en bidden. Heer, u bent in ons midden geweest. Vanmorgen. Hier in de kerk en ook thuis. En u heeft ons wat aangeboden. Wat aangereikt. Met het dringende appel. Doe het aan. Bekleed u ermee, met die wapenrusting, met die riemon, met het harnas aan, met die schoenen aan, met dat schild voor ons, met dat zwaard. En dat wij mogen weten dat we dan staande kunnen blijven in die goede strijd van het geloof. Doe ons onderdaan zijn van u. Geef dat wij geworven zijn in dat leger van u. Dat wij daar ook ons aan toegevoegd hebben. Aan dat grote leger wat u in deze tijd hebt. Van strijders in uw naam. Die eenmaal de eerkroon zullen dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En in dat strijdperk van het leven waar we mee te maken hebben, waar de vorst der duisternis niet stil zit om ons aan te vallen, daar mogen we staande blijven in hem, uw lieve zoon. Doe ons schuilen bij hem. En dat we zo die helm van de zaligheid mogen dragen.
en geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie. En de waarheid liefhebben. En van de gerechtigheid mogen leven. En dat we al die giftige pijlen van de vorst der duisternis, die op allerlei manieren op ons afkomen, bij jong en oud, bij klein en groot, op ons werk, thuis, in de kerk en waar dan ook, dat we die giftige slangen kunnen uit, die giftige pijlen kunnen uitblussen op dat schild wat we voor ons hebben, waar we achter mogen schuilen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Waar kunnen we anders op bouwen dan op u alleen? Heer, we danken u voor uw woord dat u ons gaf. We danken u voor alle zegeningen die ook in de afgelopen tijd mochten ervaren, ook in de Bijbelkringen, als we met elkaar in gesprek mochten zijn over deze materie, waar misschien allerlei actuele dingen naar voren kwamen. Hoe moet het? Hoe moet het daar? Hoe moeten we staande blijven? Waar liggen die gevaren? Zien we ze wel? Maar dat wij mogen onderscheiden of de geesten uit u zijn of het de geesten uit de afgrond. En dat we leren strijden die goede strijd van het geloof. Heer, we danken u voor die 13 die volgende week belijdenis mogen doen. Die ook opgeroepen zijn om die goede strijd van het geloof te strijden. Dat u zei met Rogier en met Willemieke, Marianne en Adjan en Alexander en Jaco en Alice en Thijs, Elise en André, Simone en Jurian en Janine. Ze mogen morgen op de aannemingsavond zijn, samen met enkele broeders van de kerkenraad, met elkaar het geloofsgesprek hebben. Dat ze aangenomen mogen worden als belijdende leden om volgende week hier in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen. Hun ja-woord te geven. Geef dat ze die wapenrusting aan zullen hebben. Ze kunnen heel wat meegekregen hebben. Maar laat dat hetgene zijn wat ze echt meegekregen hebben en ook mogen hanteren. Om zo die goede strijd te strijden. Heer, gedenk heel uw gemeente. Heer, we mogen u hartelijk danken voor de 24 uur actie die er de afgelopen week was. Voor de nood in Costa Rica. Dat zoveel zich hebben ingezet om het tot een geslaagde actie te maken. Dat er ook zoveel geld binnengehaald mocht worden. Dat zoveel jongeren en ouderen, klein en groot, zich ervoor hebben ingezet in datgene wat voorbereid moest worden, in datgene wat uitgevoerd werd, wat daarna ook allemaal weer opgeruimd moest worden. We danken u voor al het enthousiasme wat er was. En we bidden van u, geef dat het ook gemeentebindend mag zijn. Dat we de saamhorigheid mogen ervaren. Ook al gaan we dan voor dat doel van die actie, maar dat we samen ook gaan voor die strijd, ziende op u. En dat dat voor de mensen in Costa Rica belangrijk is, voor ons hier in deze wereld, dat er christenen zijn, dat er een gemeente is, naar uw naam genoemd, die die geestelijke strijd ook zullen voeren. Zegen daarom ook de paasgroetactie. Als we andere mensen om ons heen, die wellicht u niet kennen, die misschien al in slaap gesust zijn door de vorst der duisternis, dat die wakker geschud mogen worden. Dat er hoop is door de opstanding van Christus uit de doden, dat één alle machten die het in deze wereld zo voor het zeggen lijken te hebben verslagen heeft. Dat mensen geworven mogen worden in dat grote leger des heils. Wilt u die actie dan ook zegenen? Heer, wilt u zijn met hen die weten van zorgen. Zorgen in het gezin, zorgen op het werk, zorgen in een relatie, zorgen om allerlei dingen. Zorgen om de gezondheid. We bidden voor hen die weten van ziekte, van chronische kwalen. Wilt u ook zijn met Greet Sparreboom, nu ze in de Almlashof
mag zijn. Ze mag dankbaar zijn dat ze nu hier weer in Amsterdam is. Maar wilt u ook verder met haar zijn? Ook de anderen die weten van verzorgingen in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, andere inrichtingen. Dat de goede zorg geboden mag worden. De barmhartigheid ook verleend mag worden. Heere, zegen ons in deze week die voor ons ligt. Ook als wij morgen de afsluiting hebben van de catechese en ook de aannemingsavond. Dat er ook andere activiteiten zijn. Ook al loopt het winterwerk ten einde. Er zijn zoveel andere dingen die nog gewoon doorgaan. Maar Heer, u gaat door. Verlaat dan niet wat uw hand begon. O levensbron, wil in deze tijd, in ons leven, bijstand zenden. Zegen datgene waarvoor gecollecteerd mag worden, waar we onze gaven voor mogen geven, dat het op de plekken mag komen waar hulp geboden mag worden, waar het ook nodig is. Zegen ons ook daarin. Zie zo in genade op ons neer. En hoor en verhoor ons, omwille van hem die zit aan uw rechterhand en die voortdurend voor zijn strijdende kerk hier bidt, opdat ze ook eenmaal mogen zijn in die triomferende kerk. Daarboven, om het lam dat in het midden van de troon is, alle aanbidding te geven die hij waard is te ontvangen, nu en voor eeuwig. Amen. Wij gaan nu met elkaar onze gaven geven. U heeft gehoord waar het voor is. En daarna zingen we met elkaar op Psalm 138. Het laatste vers, als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet. 138 vers 4.
Gaat u nu heen in vrede, geschoeid met die bereidheid van het evangelie van de vrede. En ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.